Nou, vorige week hadden we wel weer even wat goed nieuws nodig. Dat hebben we vanavond gekregen. Ja, het is altijd belangrijk hoe je met nederlaag omgaat en op reageert. Nou, dat hebben ze uitstekend gedaan vandaag, dus dat doet me deugd. Ja, was het even schrikken, die 1-0? Ja, zeker. We starten wel redelijk. Alleen ja, één momentje en één keer ligt hij erin. Dan wordt des te knapper hoe we dan ziet hoe we daarna reageren. Met name ook het plan uitvoeren wat we bedacht hadden. De opbouw van achteruit. Veel aandacht aan besteed deze week. Hebben we goed gedaan. En dan de pijler was diep achter hun laatste lijn. Omdat we ontzettend veel risico nemen. Nou, die diepte hebben we geweldig gedaan met goal. Met bijna heel veel goals van daaruit. Dus ja, dat was top. Ja, en heel veel goals op die manier inderdaad. Een aantal vrije goals. En ja, Thijs was natuurlijk weer on fire, zoals dat zo mooi heet. Ja, on fire, zelf als niet te houden. Sterk in duels als target. Lopen diepte. Gelijk de eerste kans. Je weet eigenlijk al dat het goal gaat van... Je zit op de bank van, hé, dat is doelpunt. Bam, gewoon hangen. Dus ja, dat is wel knap en heel erg mooi om te zien. Ja, er hadden er zelfs nog meer kunnen zijn die eerste. Ja, zeker. Voor mij mist hij nog de makkelijkste die overschoot al in de kleedkamer al in de rust al over. Dus ja, maar ook na rust gelijk weer. Gelijk de 4-1. Geweldige actie van Reuven Niemeyer. Die vond ik erg goed vandaag. In veel assist. Weer diepte. Ja, dan maakt hij heel zakelijk af. En dan weet je gelijk, vlak na rust 4-1, het is klaar. Ja, je noemt Reuven al van dat hij goed speelde vandaag. De klik is er ook echt wel met tijd. Ja, als je dit zo ziet. Die eerste goal was natuurlijk geweldig. Geweldige counter. Dus dat, ja, ze hebben zoveel bereidheid naar elkaar toe en zoveel met elkaar bezig. Die hebben echt een goede klik. En ja, Thijs profiteert daar vooral van in doelpunten ook. Maar Reuf heeft daarin al heel grote waarde. Ja, was dit voor Thijs misschien ook een manier om toch de teleurstelling weg te spelen van het niet geselecteerd worden, denk ik? Ja, weet ik niet hoor. Voor mij is vrij nuchter en hij is ook wel reëel, denk ik, behoorlijk wat concurrentie. Dus wat dat betreft... valt het wel mee volgens mij bij hem. Ja, dan kan me voorstellen dat jij hem de liefhebber gewoon bij hebt volgende week. Ja, nee, dat is duidelijk. Hij is zo belangrijk voor het team geworden in korte tijd. En wat ik zeg, hij is echt bijna niet te houden af en toe. Zeker in dit soort wedstrijden niet. Ja, die ontwikkeling gaat er gewoon heel snel. Dus dat is wel bijzonder om te zien. En ja, hopelijk is hij er gewoon bij. Andere kant is het ook mooi als je alsnog geselecteerd zou worden. En dat, ja, je weet nou hoe dingen gaan. Maar als een blessure valt, dan heeft hij in ieder geval laten zien dat hij er klaar voor is. Ja, enig dompetje is misschien die 2 tegengoals op deze avond. Ja, de eerste klopt. Die tweede is dan inderdaad jammer. Maar daar maak ik me niet altijd druk om. Ik vind het gewoon knap hoe we gereageerd hebben vorige week. Veel kans gecreëerd. Weer 5 goals gemaakt. Iedereen in kunnen laten vallen. Dus dat is ook wat waard. Dus wat dat betreft ben ik heel erg tevreden.